Op 11 november organiseert de stad Aalst in de Aalsterse Marktkoopliedenbond traditiegetrouw de Sint Maartensjaarmarkt. Dit is de grootste markt op het grondgebied van de stad en strekt zich uit van de Houtmarkt tot aan het Watertorenplein en de aanpalende straten. Heel wat mensen zakken af naar de buurt om van kraampje tot kraampje te gaan en te genieten van de unieke feestelijke sfeer. Het is dan ook niet te verwonderen dat heel wat marktkramers uit verschillende hoeken van het land afzakken naar Aalst. Maar liefst meer dan 250 kraampjes worden opgesteld op het parcours. Je kan er terecht voor allerhande koopwaren, gadgets, maar ook voor een lekkere en snelle hap. De Aalsterse Marktkoopliedenbond is reeds vele jaren in de weer om van dit marktgebeuren een uniek feest te maken. Zij zorgen er namelijk voor dat de Sint om 11 uur snoep komt uitdelen op het Watertorenplein. Wil jij er ook bij zijn? Aarzel dan niet. De marktkramers ontvangen jou met veel plezier van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de namiddag.